Ik ben eigenlijk, kom ik steeds meer achter dat ik best wel van schrijven hou. Of daar, ja, op die manier in tekst mijn verhaal kwijt kan of mijn inhoud. Terwijl ik eigenlijk op school best wel juist fysiek aan het werk was. Dus abstracter en echt met mijn lichaam bezig was. Dus ik probeer eigenlijk nu in mijn laatste voorstelling die twee dingen heel erg te combineren. Dus in een soort van via het lichaam en grootse beelden met vormgeving maken. In combinatie met hele inhoudelijke teksten eigenlijk. Er staat iets op het spel. Dat is heel belangrijk voor mij. Dat het niet vrijblijvend is. Ik wil echt met een noodzaak of met een, ja, met een verhaal daar staan. Wat resoneert en wat niet gratuit is. Maar het mooiste moment vind ik eigenlijk het spelen zelf en de ontmoeting met het publiek. En zien hoe dat vibreert of de verhalen die ik vertel resoneren bij het publiek en wat het raakt. In het moment, in die kwetsbare arena. Ik heb Mennabond gezien, wat hij heeft gemaakt voor Theater aan de Dam. Hij viel me daarin op toen hij een Jordaanese Jood speelde. En ik zag dat hij daar helemaal tot leven kwam. Hij onderzocht de verhouding tussen homoseksualiteit en fascisme. Ja, sauna Schiers. En die rode lamp, hè. Je had de rode lamp in elke cabine in sauna Schiers, want als die ging branden, dan wist je van, er is onraad. Hij doet daar mooi onderzoek in en het stuk zat ook goed in elkaar. Wat heel erg sympathiek was, was dat het gewoon aan een keukentafeltje plaatsvond. In een huiskamer en met een gewoon schemerlampje werd er toch een hele wereld voor getoverd. In zijn nieuwe voorstelling Nader tot U onderzoekt hij de relatie tussen homoseksualiteit en de katholieke kerk. En dan met name eigenlijk de beelden die in de katholieke kerk gebruikelijk zijn. Ook de kunstgeschiedenis waar wij nu mee omringd zijn, behandelt hij uitgebreid. Gaat over de erotiek eigenlijk van heel veel beelden in de katholieke kerk en in de kunstgeschiedenis. En hoe hij zijn eigen erotische leven daartoe verhoudt. Dat doet hij met verschrikkelijk veel lef. Dat allemaal zo in gebedsvorm in een erotisch ritueel. Dat zie ik gewoon.